Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de weerkaart van vanochtend zien we dat er een hoge drukgebied ligt boven Scandinavië. En dat zorgt voor een uh, rustig weertype in dat deel van de wereld. Lage drukgebieden liggen ver weg van Nederland. Er ligt ook nog een hoge drukgebied boven het zuidoosten van Europa. En ook daar is het schitterend weer. Heel slecht weer zien we nog steeds langs de Middellandse Zee in Frankrijk. Daar is gisteren al veel regen gevallen. En vandaag zijn de problemen niet kleiner geworden. Nog steeds viel er op sommige plaatsen veel neerslag. Maar in de rest van Europa in het algemeen rustig weer. Als we de boel in beweging zetten, zien we dat er grootschalig gezien heel weinig verandert. De luchtdruk boven Scandinavië blijft hoog. Al trekt het hoge drukgebied morgen wel langzaam richting het oosten. Verder zien we de as van het hoge drukgebied via Midden-Europa naar de Golf van Biscayen lopen. En het lage drukgebied trekt heel langzaam richting IJsland. De invloed van het lage drukgebied komt dichterbij. Maar tot en met vrijdag beperkt zich dat tot hooguit de rand van de Britse eilanden. Waarschijnlijk krijgen we er zaterdag of zondag mee te maken. En dan zien we een overgang naar totaal ander weer. Tot die tijd hebben we nog het rustige weertype, wat bepaald wordt door het hoge drukgebied. Het betekent niet dat het altijd droog is. Vanavond kan er nog zeer lokaal een spatje regen vallen. Vooral het zuidwesten en het noorden maken daar kans op. De meeste plaatsen houden het droog en er zijn opklaringen. De temperatuur vanavond rond 17 graden. In de loop van de nacht daalt het kwik tot 12 graden. Het is dan vrijwel overal droog en er kan nevel en mist ontstaan. Op sommige plaatsen kan de mist zeer dicht zijn. Dat betekent dat het verkeerde echt rekening mee moet houden. Morgenochtend misschien een iets langere reistijd. In de loop van de ochtend trekt de mist op. Daarna hebben we een afwisseling van wolkenvelden en zon. En in de loop van de middag komt er vanuit het westen meer bewolking aan. Dan kan er misschien weer een spatje regen vallen. Ik verwacht geen grote hoeveelheden, maar de zon krijgt het in de westelijke provincies morgenmiddag wel moeilijk. Daar temperaturen van 19 à 20 graden. In het oosten en zuiden wordt het 21 graden. Donderdag trekken die wolken en dat enkele spatje regen langzaam naar het oosten weg. Van tijd tot tijd schijnt de zon, maar ik denk wel minder vaak dan morgen. Temperaturen wel vergelijkbaar. Vrijdag is het grotendeels droog en dan zijn er flinke zonnige perioden en een paar stapelwolken. Meer plaatsen wordt het 21 graden en in Limburg misschien zelfs 22 graden. En het weekend had ik al voorzichtig gezegd: de zaterdag begint nog droog en met mooi weer. Maar later op de dag komt dat lage drukgebied dichterbij, neemt de bewolking toe en wordt de kans op regen groter. Dat zien we ook in de 15daagse terug. Tot en met zaterdag zien we temperaturen in de buurt van de 20 graden en daarna een forse duikeling. Vanaf zondag ligt de temperatuur ongeveer zo'n 4 à 5 graden lager, dus rond de 15 tot 17 graden. En daarbij neemt de wisselvalligheid ook toe. Oftewel, na een paar dagen rustig weer in oktober wordt het geleidelijk herstachtig. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl